Ja, Maurice, de laatste wedstrijd, MVV Telstar, of beter gezegd Telstar MVV. Hoe kijk je eigenlijk om te beginnen terug op jouw eerste hele periode, dus het hele jaar? Wisselend. Eerste half jaar als assistent viel het een beetje tegen. Hadden we met z'n allen meer van verwacht. Daarna nam ik het over en uiteindelijk ben ik dan, mag ik hier als hoofdtrainer aan de slag gaan. Ja, dat zijn wel, het is wel heel mooi om dat mee te maken en nou hoofdtrainer te zijn van de MVV, van deze mooie club. En ja, dan kijk ik ook weer terug hoe we dat met elkaar hebben neergezet en welke resultaten we gehaald hebben en welke positie we nu staan. Ja, en denk dat we met z'n allen trots kunnen zijn en terugkijken naar een hele mooie periode. Ja, dat is een groot verschil, assistent of hoofdtrainer. Eerst was je 5-6 dagen in de week bezig met MVV, nu ben je gewoon 7 dagen in de week, 24 uur met MVV bezig. Ja, dat is het ook. Ik merk het zelf ook. Het neemt gewoon heel veel tijd in beslag. Ook mentaal. Je bent er constant aan het denken en over het dubben van hoe en wat. Maar goed, het brengt ook heel veel energie. En dit is ook geen wat ik wil. En ik ben blij dat ik gewoon hier als hoofdtrainer mijn eerste job mag gaan vervullen. En als het dan ook nog zo gaat, ja, tot op heden dan. Want we willen meer. Zeker ook in het begin van het nieuwe jaar. Dan is het wel fijn en heb ik het er wel voor over dat ik 24 uur, 7 dagen in de week mee bezig ben. Ja, want wat veel mensen niet weten is dat je toch wel ook op de details let. Hè? Als ik zie in Turkije, dan denken veel mensen misschien, ja, dan kan het wel losser. Maar er is één iemand die het niet veel losser laat en dat is Maurice. Ja, misschien is dat. Ik ben perfectionistisch in grote lijnen. En ja, je wil alles wel onder controle hebben en dat goed alles verloopt. En ik wil gewoon beter worden. Zelf, met het team en met elkaar. Dus dan moet je wel scherp proberen te blijven. Ja, we hebben zo meteen de kerstvakantie, laat ik het zo even noemen. De jongens hebben een paar dagen vrij. Maar dan is het meteen weer volle bak eraan. Ja, ze hebben in wel geteld 10 dagen vrij. Maar 27 december pak ik het weer op. Omdat 6 januari staat onze eerste thuiswedstrijd weer voor de boeg. En ja, dan moeten we gewoon weer klaar voor zijn om resultaten te gaan boeken. En weer verder te gaan in onze ontwikkeling. In de manier van spelen, maar ook in de teamontwikkeling. En alles waar we mee bezig zijn, waar we een begin hebben gemaakt. Ja, dan moet het dan verder ontwikkeld worden. Gaan we even nog naar deze wedstrijd. De laatste van 2022. Geen onbelangrijke wedstrijd. Telstar, wat mogen we verwachten? Nou, die speelt een ander systeem dan dat wij doen. Die speelt een beetje het systeem wat Nederland zelf al hanteert. Energieke ploeg, fysiek sterk. Die zullen thuis ons ook wel het moeilijk gaan maken om te proberen dat wij niet aan het voetballen te kunnen komen en ons onder druk te kunnen houden. Dus het wordt wel een energieke wedstrijd. En fysiek ook. Dus we kunnen onze borst nat maken. Alleen als wij gewoon de dingen doen waar we goed in zijn. En dat hebben wij ook de laatste voorgaande weken allemaal laten zien. Dan moet daar wel mogelijkheden zijn om dan doorheen te kunnen spelen. En ook misschien wel voor een goed resultaat te kunnen gaan. Ja, want als je de uitslagen ziet van Telstar, ja, die zijn best goed te noemen. Ja, zeker de laatste fase. Ze hebben heel veel gelijk spelen gehaald of afgedwongen. En dan afgelopen zondag hebben ze gewonnen van Den Bosch. Dus ja, ze zitten wel redelijk goed in een bepaalde positieve flow. Een andere vraag. Wat ga je doen met kerst? Eerlijk gezegd weet ik nog één niet. Ja, al iets met mijn familie, met mijn gezin. Ook met mijn moeder. Kerst vieren. Maar ook even afschakelen. Ik denk dat we ook een paar dagen even eruit gaan. Maar aan de andere kant, ik ga mezelf ook wel weer evalueren en analyseren. Om als ik dan terugkom, dat we dan weer scherp voor de boeg aan de slag kunnen gaan. Ja, voor vrijdag veel succes. En voor de feestdagen natuurlijk, fijne dagen. Insgelijks.